we zijn nu dus op tour naar de fotostudio. Ziet het? Dus ja, dit is een golf. Er staat. Kenteken met iedereen. Met kleding. Wat gebeurt er met de stoelen? Wat is er aan de hand met de stoelen, Bart? Die worden altijd bezet met kleding. Met kleding? En tassen. Kijk maar op de bank. Van wie zijn die tassen en kleding? Die zijn van iedereen. Behalve van mij. Ja, dat zeg ik ook. Ik zeg net... Niemand ruimt zijn kleren op! Ja, die liggen allemaal op de bank en op de stoelen. Zodat niemand kan zitten. Stefan, wat vind jij ervan? Ik vind dat hun... Ja? Gewoon een bek moeten houden. Capri-zon. Oh, zit er weg. Hier Capri-zon. Goeie reclame. Hey, ik wil even wat zeggen. Ja? Voor alle kijkers thuis. Waar? Thuis. Of op je werk. Je werk. Of op straat, of als je net langs een winkel loopt waar de tv aan staat, dat wij uit elkaar gaan. Ja. Wie? Reactie. Jij en ik. Ja. En we hebben. Wij, en je brengt me hier helemaal naartoe om dat te vertellen. Ja, hier helemaal. Voor al die kijkers. Ik zal het even uitleggen. Wij hadden eigenlijk een relatie, Anna en ik. We hebben Bart als dekman. Omdat Stefan niet zo... Bart deed van dames, Erik, zeg maar. Ik ben vrijgezel. Oh. Weet jullie dat? Dus ik heb een jaar lang in een hel geleefd. Ja. Al die tijd die ik bij Anna moest doorbrengen om maar te laten lijken alsof wij iets hadden. Ja. En Bart was mijn En ik ben heel blij dat ik nu, zeg maar... Die schone schijn is voorbij. What are you doing, boy? Ik wil nog wat problemen krijgen. Mensen, moet mezelf zien te tekenen. Zeg even wat harder, want je moet goed articuleren als je praat. Meteen. Nee, geen zin in. Oh, maar wat moet je doen? Ik moet mezelf natekenen. Waarvoor? Hij moet niet mezelf tekenen, maar hij moet... Jawel, je moet jezelf zoals je zelf ziet. Ja, klopt. Maar je mag ook doen wat je wil. Oh shit, ik had het helemaal verkeerd getekend. Maar wat teken je nu dan? Gewoon ook wat in mijn tatoeage gewerkt zit. Een beetje. Ik kan helemaal niet tekenen, dat scheelt. Ik ook niet. Ik dacht dat ik gewoon mezelf moest tekenen. Maar zo zie jij jezelf. Waar is je tatoeage dan? Ah, oké. Okay. Ja, die helemaal vleugt me af. Oké, okay, leuk. Doei! Nou, we gaan even een stukje rijden.
Want, oh, oké. Wij moeten eerst allemaal apart gefotografeerd worden. Merk weghouden. Eerst allemaal apart gefotografeerd worden. Ja. En wij zijn al geweest. Uh-huh. Want jij bent Bart aan die film. Aan de andere kant van de televisie. Ja, dat klopt. Kom. Oké. In de auto van Stefan. Dit is het portier. En wij gaan nu Stefan filmen tijdens zijn rit in zijn auto. Dit is een standbeeld van Elvis met een ander gezicht erop. Dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Altijd handig. De radar detector. Wil ik even zetten? Ja, wel even. Ja? Zet even vet muziek aan. Oké. Okay. Maar tijdens het praten niet, hè, Stefan, anders hoor je dat de hele tijd niet. Dan kun je het niet meer... Iron Maiden. Dat is de vetste band ooit. Oh, dat was bijna Reetse's auto. Ja. Dat is Reetse's auto. Oh, niet nu heel veel laten zien. Dit is de auto van Rachel. Het zat een beetje in de weg. Maar vrouwen parkeren. U ziet. En we zetten even het dakje open. Wish. Gaat automatisch. Kijk, zo kun je het naar buiten filmen. En dit is Michael, onze tourmanager. Waar gaan jullie naartoe? We gaan even een stukje filmen. Huh? We gaan even een stukje filmen. Niet te ver weg gaan dan, hè? Nee. Nee. Michael, altijd streng, ja. Maar met een gouden hartje. Tot ziens. Bam! Stefan met zijn rijkunsten. Kan best goed rijden. Stefan kan best goed rijden. Dus. We moeten even. Er komt niks aan. Even de motor warm laten lopen. Waarom? Dat moet. Oké. Okay. Dus wij laten hem hier even warm lopen. Dit is een drempel. Dus dan remmen wij nog heel even af. En dan gaan wij uit het dak gaan. Deze auto gekocht? Nee. Zal ik je daar even laten horen? Als je stilstaat. Dat ben ik. Ja, minu, minu, minu. Wij gaan nu even luisteren naar het geluid. Nee, dadelijk pas. Oké. En dit is ons huis. Maat! Dit is mijn huis. Ja? Ja. Oh. Mooi, hè? Veel moois? Ja, prachtig. De berg. Ik heb het de berg genoemd omdat het een berg is. De berg. En er komen nu nog auto's aan waardoor wij niet kunnen draaien. Ja, wij gaan even een stukje vlammen. Want hij is warm nu. Zijn hier geen flitspalen, Stefan? Nee, want ik heb dit. Kijk. Is het goed om dat te laten zien op televisie? Ja, schijt. Oké, daar komt ie. Ze zeggen geniet. Luister naar het geluid. Wel een bocht aan, hè, Stefan. Woehoe! Nou, daarvoor heb ik dus die auto gekocht. Aha. Omdat hij zo hard vlamt. Ja. Dat vond ik wel een stuk. Ah, oké. Okay. Was het dan leuk voor jou, Stefan? Ja, vet. Ja, dat is gaaf. Ja. Wat voor auto is het? Oh, dat zien we nu net niet, gelukkig. Dat is eigenlijk helemaal niet interessant in beeld. Nee, hè? Nee. Dus ik ga even naar een interessante boek. Nee. Ah! Is ook niet interessant, hoor. Nee, hè? Weet je wat interessant is? Melk. Alle volle melk. En Bushra gooit die van alles op de grond. En de camera is ter plaatse. Oeps! Ik ga even bellen, kijken of hij het nog doet. Haar telefoon is kapot. Dat doe ik nou altijd. Dat doe je nou altijd. Maar hij doet het nog. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb het nog aan.
Ja, welkom bij deze uitzending. Martijn, wat ben je aan het doen? We zijn de zwaan aan het voeren. Martijn is de zwaan aan het voeren. Zo, het is nogal een zwaan. Ja. Een enorme zwaan. Maar zie jij nou welke mannetjes en welk vrouwtje? Het is een, dit wordt de Chaotic Natuur Special. Ja. Dit zijn zwanen. Zwanen zwemmen in het water. Ja. En zwanen hebben naar alle waarschijnlijkheid ook seks in het water. En dat leidt tot... Jawel! Kuiken! Kleine zwaantjes! Ja. Martijn, niet die zwaan doodgooien. Nee, dit is vaderzwaan. Ja, dat kun je zien aan de... Grote bult op zijn neus. Grote bult op zijn neus. Ho, ho, ho! Vies water is het, zie je dat? Dat kunt wij van nog wat. Dat is moederzwaan. Moederzwaan heeft een wit jasje aan, gemaakt van veren. Het zijn net engeltjes. Ja. Grote KLM-beesten zijn het. Hij geeft die kleine kuikens nog wat, die moeten nog groeien. Ja, Joko. Ja, dit is... Een eend, daar ook. Een eend? Wat moet jij hier? Je bent een bigbroer. Nee, wauw. Ik heb gewoon gekregen, dus ik moet gewoon uit. Ja, maar dat eendje moet ook gewoon niet. Die zwanen zijn op de grond. Jongens. Zijn jullie de ruzie te maken wie de eendjes mag voeren? Ja! Dat eendje die begrijpt het niet. Even voor de kijkers thuis, dit is Bart. Kijk. Dat eentje begrijpt dit is Martijn. Hij denkt dat het... Ze zijn dus ruzie aan het maken om wie de eendjes mag voeren. Ik kan erop. Ah, de eend heeft het begrepen. Pff, vind je het goed, ik hier op lach? Oké, vandaag op de bank met Martijn en Bart. Hallo jongens. Wij lezen de hitkrant met Ritney. Ja, hey, ga even zitten Martijn. Mag niet. Even zitten. Nee, ik moet even... Martijn, ik heb een vraag. Ja, wacht maar mee. Ik heb gehoord dat... Bart en jij. Zo! Oh. Times like these, searching for some place to hide, like emotional refugees. Whenever I'm lonely, I know that you're with me. To the beating of my heart, to the one. The meaning of my heart. Get warm in the
En daarmee sluiten wij deze reportage van Chaotic in de studio van de Hitkrant af. Ja.